Je bent alleen maar met dode benen eruit. Hoi allemaal en leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Voor de mensen die mij nog niet kennen, ik ben Marina en dit is mijn YouTube kanaal. Oké, dat heb ik echt nog nooit gezegd, heel raar. En zo zag ik het, want Veti zat hier net naast mij, maar die is er vandoor. Maar Luca is nog wel hier. Ze zei even hallo. En het is vandaag zaterdag 21 maart. Is het dan niet vandaag officieel lente? Geen idee. Corona. En het is natuurlijk corona time. Voor de mensen die dat niet weten. Maar ik denk dat jullie dat wel weten. En ik heb nu dus een week thuis heb ik overleefd. Alleen ik dacht dus heel erg blij van ja leuk weet je wel. Geen school, lekker vrij. Maar dus niet hè. Je krijgt gewoon 500 mailtjes per dag van school over huiswerk en shit en examens en weet ik het allemaal echt helemaal kut. Oh, sorry. Maar daar wil ik niet met jullie over hebben. Ik ga vandaag met jullie een hele leuke video opnemen. Namelijk 10 beroepen die ik nooit zou willen doen. Ik wil weer heel graag een keer een sketch doen. Maar ik dacht gisteren dat mijn moeder in de auto had het over beroepen. En ik zeg, oké, mam, ik ga morgen een video opnemen met 10 beroepen die ik echt nooit zou willen doen. En dan hebben we het nu niet over mijn zicht. Of zeg maar dingen die ik wel had kunnen doen als ik gewoon nog 100% had gezien. Maar echt qua wat ik ook als ik 100% had kunnen zien ook niet had gedaan. Oké, ik heb ze mijn telefoon staan. Ik ga voor. Doe dit niet. Waar doe ik het dan? Oortjes. Nulplaaiers. Luca, niet weggaan. Nou, daar gaat ze. Durf je niet? Moet ik even helpen? Ze sprong er af, maar ze tiefde op haar bek en ze trok zo'n oplaaier en alles mee in mijn oortjes en zo. Gaat het leuk? Oké, ik heb hier mijn telefoon staan, maar ik zoek fucking hoog. Ik geef ze een korte uitleg bij en aan het einde wil ik ook met jullie een beroepskeuzetest gaan doen via internet. Want gewoon kijken wat dan volgens internet wel bij mij past. En dadelijk is het een van deze beroepen. Dan ga ik echt stuk. En dan weten we ook gelijk of die dingen goed zijn of niet. Oké, ik heb op, we gaan van 10 naar 1. 10 is wat ik dan nog het meest kan handelen. En 1 is echt waarvan ik denk, Jezus Christus, nee. Ik heb op 10 heb ik schoonmaakster. Kijk, ik vind op zich schoonmaken niet heel erg. Maar ik ben een smetverliesgeval achter. Vroeger was het wel veel erger als nu, maar nu heb ik nog steeds, want vooral nu met dat corona, gewoon echt van eeuw, blijf hem af. en zeg maar, heb ik sowieso wel snel, maar niet, nou ja, nu nog extremer. Maar dat is schoonmaken bij gewoon, zeg maar, plekken waar veel mensen komen. Dus denk aan scholen, restaurants, gadverdamme, of een wc. Nee, dat zou ik echt nooit doen. Op 9 staat vuilnisvrouw. Ja, er stond alleen vuilnisman, maar ik denk dat een vuilnisvrouw ook bestaat. Nou ja, hetzelfde principe. Ook vies, bal moet je al die vuilniszakken aanraken. Gadver. Nee. Op 8 staat stewardess. Kijk, ik vind het wel, lijkt me op zich wel leuk om een keer te doen. Maar heel de tijd dan die jetlags. Gewoon zeg maar vandaag in New York zitten. En dan vanavond in Thailand en morgen weer Nederland. Nee, dat zou ik echt niet kunnen. Dat is echt vreselijk. Nee, dat zou ik echt niet aankunnen. Of 7 brandweervrouw. Ik weet niet of dat nog bestaat. Ik denk het wel. Maar ik weet niet. Ik ben panisch voor brand, rook, vuur. Alles wat ermee te maken heeft. En als je dan ook nog een brandend huis in moet. En moet gaan blussen. En mensen moet redden. Nee, ik kan dat niet. Kijk, ik zou best mijn leven op het spel willen zetten voor mensen waar ik van hou. Maar niet op deze manier. Nee. 6 ambulanceverpleegkundige. Ik ben echt een softie. Want zeg maar. Ik raak al in de stress. Even een voorbeeld, pas was ik bij zo'n dag, bij zo'n tentoonstelling, nou pas een jaar geleden ongeveer, een half jaar. En mijn ouders, en toen zat er een, ja met heel veel oude mensen, zat er een vrouw achter ons en die werd een beetje onwel, zeg maar.
maar een beetje benauwd en zo. En ik raakte gelijk helemaal in de stress. En ik, oh god, ze heeft een hartaanval. Oh god, nu gaat ze dood, weet je wel. Ik wil niet bij iemand zijn die doodgaat. Nee, dat kan ik niet, weet je wel. En dan raak ik gewoon helemaal in paniek en zo. En ja, ik kan het niet. Ik kan niet als ambulante verpleegkundige dan. Bijvoorbeeld als er een oud vrouwtje is of zo die een hartaanval heeft gekregen. En dan moeten we die gaan reanimeren. Nee, dat zou ik echt niet kunnen. Tuurlijk, ik zou het met alle liefde doen, maar ik kan dat gewoon niet. Ik ben al gewoon zo... Ja, ik weet niet. Ik kan het gewoon niet hebben. Maar natuurlijk, je kon niet alleen voor ambulance bij hartaanval, maar ook als iemand van de trap gevallen is. Kijk, dat vind ik niet zo erg, weet je wel. Van, joh, doe dit pijn, waar heb je pijn, wat is er gebeurd, weet je. Dat kan ik wel, dat vind ik niet erg. Maar verder dan dat, nee. Vijf, uitvaartverzorger of, nou ja, begrafenisonderneemster. Nee. Of in een crematorium werken of zo. Nee, dat nee, echt niet. Het is natuurlijk, ik vind het heel mooi om een, nou ja, zoiets te verzorgen. Dus mensen op te vangen en mensen, nou ja, die bloemstukjes allemaal klaar te maken. Of klaar te zetten, zeg maar, om de kist heen. En gewoon, ik wil met alle liefde mensen helpen met daarin ondersteunen. Met dingen uitzoeken voor een overledene. Maar de andere kant, nee, ik kan dat niet. Ik kan niet zoveel verdrietige mensen zien. Dat is ook een en al, ja, hoe zeg je dat? Ellende gewoon. Want iemand verliest natuurlijk nooit leuk. En om daar dan mee te werken met allemaal mensen die net iemand hebben verloren, nee. Nee, echt niet. Vier, piloot. Nou, hetzelfde principe een beetje als stewardess. Die tijdsverschillen, maar ook gewoon, nou ja, die, hoe noem je dat? Nou, hoe zeg je dat nou? Die, ik weet het Engelse woord wel, wacht daarvoor. Nou, dat er heel veel van je afhangt, weet je wel. Die verantwoordelijkheid, die wil ik gewoon niet om me hebben. Gewoon zeg maar dat je, zeg maar, nou ja, door jouw fout dadelijk 400 mensen plus jezelf vermoord, weet je wel. Nee, als piloot zijn, nee, ik kan het niet. Nee. Nou, top 3. Op nummer 3, ik zou het netjes voor prostituee. Nee, nee, echt niet. Ik denk dat heel veel van jullie dat wel begrijpen. Maar nee, ook al verdient het wel echt goed volgens mij. Ja, wel eens in films, weet je wel. Dus volgens mij verdient het echt fucking goed. Maar nee, nee, ik zou dat echt nooit willen. Ik kan niet mijn lichaam aan iemand weggeven. En ja, mensen zijn natuurlijk ook heel ruw en zo. Zou ik echt nooit oké vinden. Nee. Op 2, oh, ook echt heel erg. Ik had er nooit echt over nagedacht dat ik pas een filmpje daarover zag. Maar natuurlijk als iemand is overleden moet je diegene ook helemaal, ja, wassen en, nou ja, opmaken, aankleden, al dat soort dingen. Maar ik weet niet hoe dat heet. Ik heb het gewoon lijkenwasser genoemd. Maar ik zou dat echt nooit kunnen doen. Echt niet. Niet bij iemand van wie ik hou, niet bij vreemden. Dat is echt, dan krijg je daar, stel je werkt daar, je krijgt gewoon een kind van 6 of zo die je dan moet wassen en zo. Nee, echt niet, no way. Gewoon, je bent alleen maar met dooien bezig. Dat is toch niet leuk. Ja, oké, het moet gebeuren en ik heb heel veel respect voor de mensen die dat doen. Maar nee, ik zou dat niet, nee, nee, echt niet. Gewoon het idee dat je gewoon met een lijk bezig bent, nee. En dan heeft het ook geen waarde meer, denk ik. Als je dan iemand ziet of zo die dood is, dan denk je, oh ja, maar dat heb ik al zo vaak gezien, weet je, boeien, doe wel even snel dit, weet je wel. Nee, nee. Want zeg maar, ja, ik weet het niet, het is een soort van, ja. Nee, nee, Marietje zou dat nooit kunnen doen. Maar ook gewoon, ik neem dat dan ook mee naar huis, weet je wel, krijg ik nachtmerries erover. Nee, en dan op 1. Ik ben heel benieuwd wat jullie denken. Zet hem even op pauze en schrijf in de reacties wat jullie denken. Ja, maar ik heb slachter van dieren. En nu denken jullie, is een slager? Nee jongens, een slager is degene die vlees verkoopt. Een slachter is degene daarvoor, die dieren zeg maar slacht. Ik zou dat nooit, ik ga echt nog 500 keer liever lijken wassen dan ook dat ga doen. Ik zou nooit, maar dan ook nooit over mijn hart kunnen verkrijgen om een beest te slachten. Ook al vind ik hem zo lekker, ook al is het een kutbeest, ook al heeft het, weet ik veel wat, mijn vinger eraf gebeten. Nee, ik zou dat echt nooit kunnen doen, echt niet.
Nee, ik heb echt een zwak voor dieren, zoals jullie weten. Mijn hart ligt bij dieren. Maar ik zou nooit een dier kunnen vermoorden. Ja, oké, weet je wel. Een mug of zo die altijd op me zit, pas, weet je wel. Maar dan vind ik het alsnog erg. Dan denk ik, oh shit, ik heb hem doodgemaakt. Ik ga nog het liefst met een mug op mijn hand. Doe zo mijn hand dicht. Ga ik naar het raam, pak ik hem naar buiten. Echt waar. Ik ga niet. Nee, ik doe dat gewoon echt niet. En gewoon het feit dat ik gewoon denk aan als je over straat loopt. Dat je gewoon heel veel nou, spinnen, mieren, weet ik wat allemaal, die rivierswezens. Doodstamt. Nee, ik vind dat zo erg. En dan denken jullie nu, het is maar een mier. Maar nee, het is een dier. En dat vind ik gewoon echt erg. Oké. En we gaan nu een beroepskeuzetest doen. Ik ga hem even zoeken hoor. Hi, ik zit nu even beneden. Want dat is echt heel raar. Misschien hoorden jullie het al af en toe tussendoor. Maar hij was heel raar aan het storen. En ik ging dus net die beroepskeuzetest doen. En echt, je hoorde me amper. Want dat ding was echt heel raar aan het storen. Ik weet niet wat er mee aan de hand is. Maar waarschijnlijk heeft hij corona zo. Ik heb hier de beroepskeuzetest die we opnieuw gaan doen. En er staat zeg maar steeds een ding. En dan moet je zeggen of je dat interessant lijkt of niet. Deze beroepen spreken mij aan, nee, zeg maar. Vliegtuigelektronicus, nee. Ben ik efficiënt? Efficiënt, ja. Ik kan echt niet uitdrukken. Meelevend, ja. Vernieuwend? Jawel, ik hou wel. Jawel. Vrijdenkend? Ja. Beschaafd, als het moet. Dit vind ik leuk. In het bestuur van een vereniging zitten? Nope. Een dierartsassistent, ja! Dat wil ik laatst trouwens, ik word de dierartsassistent. Een tentoonstelling bezoeken? Nee, vreselijk man, gadver. Een teamsport beoefenen? Nee, ik ga liever... Ja, jawel, ik vind het wel leuk. Ja, ik vind het wel leuk. Gedichten lezen? Nee. Bij een filmopname aanwezig zijn? Ja. Een cursus reanimatie volgen? Nee. Volgende. Nou jongens, ik heb even een beetje gekeken en het is echt een hele lange vragenlijst. Dus ik ga hem nu eventjes maken, want dat is ook echt heel saai voor jullie om dat allemaal te zien. En dan gaan jullie daarna de uitslag te horen krijgen. Nou jongens, ik heb de uitslag. Het is echt maar goed dat we hem hadden afgekapt, want ik ben echt nog half uur bezig geweest. En op 1 staat psycholoogassistent. Op 2 bouwopzichter. Op 3... wat is dat nou? Oh, bureauredacteur. Daarna contactdepoyer of zo. Oh, employee of zo. Bij een luchtvaartmaatschappij. Dan cursusleider, doktersassistent, hoofdautomatisering, medewerker casino. Medisch secretaris, receptionist. Oh, het is gewoon een lijst wat dan van het best naar minst goed. Ik ga kijken wat onderaan staat. Onderaan staat stagecoördinator. Oké. En als eerste? Psycholoogassistenten. Okay. Maar er staat ook gewoon niks over dieren. En terwijl er echt veel vragen over dieren waren en op alles heb ik heel enthousiast gereageerd. Dus lijkt... Ja, maar ze vragen ook vaak vragen, misschien in deze testen, waar je wat je zelf niet weet wat het betekent, maar wat bijvoorbeeld wel met medici te maken heeft. Bijvoorbeeld zoals bepaalde dingen onder microscopen bekijken. Als jij daar nee zegt, ja, dat moet wel gebeuren als dierenartsassistenten. Ja, dat is waar. Dus dat maakt het best ingewikkeld. Dat maakt het denk ik ook wel dat je zo lang bezig kan zijn met iets. Dus, Mijn opladertje, want ik was nog 13%. Oké, okay, je krijgt deze. Kijk eens, alsjeblieft. Dank je. Nou ja, dat was het dus maar weer. Ik hoop dat je het leuk vond. Laat nog eventjes weten welke beroepen jullie echt nooit zouden willen doen. En welke beroepen jullie juist... Wel willen doen. Wel willen doen. Dus, nou ja, let me know. Ik ben benieuwd. En tot de volgende keer. Doei!